Au. Ik heb mijn voet gebroken. Thomas Dave, ga jij de Olympische Spelen volgen? Ja, denk wel een beetje. Oh ja, dit was de tijdelijk warme grotbad. Oh ja, daar moet ik even nog in. Ik moet me schoonmaken. Oké. Ik ga verder met kasteel werken. Ik ga andere keer weer aan taart maken. Zo, ben wat. Dus Dimitri, als je ooit weer zin hebt in botten, zeg het me, dan maak een taart. Oh. Kan iemand me duwen? Iemand moet een tekening maken hoe het eruit zou zien als Dimitri erin vast zit en dat spleet. Jo, weet je wat ik zou zeggen? Ja. Oh, hij is er al uit, jammer. Wat je... Oh, je wou hem opsluiten. Ja, ik was zo doen van, we zien hem niet. We hebben niks gezien. Oh, zijn er geloofjes hier opgemaakt? Baby. Ja, die heb ik. Ik heb een dingetje gemaakt. Oh ja, daar was ik mee bezig. Oké, ik ga. Dave, kon je mij even helpen met de muur? Ik heb wat smoothstone. Dan moet je even blokjes geven. There you go. En heb je ook wat eten voor mij? Oh nee, wacht, ik kan brood maken. Laat maar. Sorry, Dimitri heeft de taart helemaal opgevreten. Dus ik kan. Ik heb nog één. Ik heb voor één brood. Ik heb mijn eten al. Oh my god, dit ziet er zo van uit. Wat? Je moet maar een snelle tijd tegen die kist aan gaan lopen. Wat? Er gebeurt niks. Blijf lopen, rechtdoor. Kijken. Wow, what the hell? What the hell? Ik kan mijn muis nou eens bewegen. Oh god, I'm freaking out! Ja man. What the hell? Moet je gewoon een gesloten kist aan doen en gewoon blijven lopen, recht vooruit. Gewoon één kant. Niet alleen gewoon zoals Dave nu doet, gewoon de telekist aanduwen. Dave, ga eens weg. Het werkt eventjes niet. Dimitri, ik wil naar jou toe, maar het gaat niet. Oh. Zie je het trillen? Ja, ik glitch door de kist heen. Ja, je glitcht echt, ja. Wat was ik weer mee bezig? Oh ja. Hey, kijk, ik heb smoothstone. Dat heb ik je gegeven. Ja, je weet dat je niet in een crafting table hoeft voor een smoothstone te maken, hè? Hoop ik. Nou ja, ik was in de buurt. Dat is een maakt het niet de muur te dik? Hey! Nee, dat is te smal. Maakt niks uit als hij dikker is dan de andere kant. Het maakt niet uit als hij dikker is dan de andere kant. Wat bedoelt hij niet, dat liedje? Ik ken dat liedje niet. Zeg me niks. Ik ken veel Nederlandse liedjes, maar die... komt niet binnen. Nee, okay. Nee, dan is het alleen in mijn hoofd. Dat laat me eigenlijk denken aan een soap of zoiets dergelijks. Okay, hier moet de muur stoppen. Hier zo. Ja. Vooral moeten we dadelijk hier gewoon bedenken hoe we de ingang hier gaan maken. Dus we moeten een beetje ook als de andere ingang komen. Zoals die moet die ook worden. Zoals die daar. Nee, want dit is een speciale... Ja, dus een beetje zoals die, maar dan juist wat magischer. Nee. De magier heeft een onzichtbare poort nodig. We gaan mensen niet komen. Dan maakt het niet uit hoe die eruit ziet. Nee. Nee, dan moet hij onzichtbaar zijn. Moet hij er gewoon weghalen. Een poort die niet zo heel erg opvalt, dus. Hé, hey, ook toevallig met onzichtbare muurtjes? Nee. Doe jou. Dat toevallig niet. Ik weet niet of hier ook de ingang komt, maar... Dit lijkt me... Dankjewel. Alsjeblieft. Oh, weet je waar ik gewoon zin in heb? Ik heb gewoon zin om hier in te graven en dan helemaal naar boven. Gewoon recht naar boven gaan. Ja, gebruik dit ervoor. Ga sneller. Ik gebruik hem. Maak het niet kapot, want ik wil graag dankjewel. Repareren. Oh, maar ik heb er geen. Oh, Dave, kom op. Ik heb er geen. Graven. Dimitri, wat we doen? Ah, je troll. Ik wel. Je troll. Nee, verder. Oh. Ik ga de andere kant op, ga jij de andere kant op? De andere kant? Ja, moet toch uitgehold worden. Dus dan moet je precies naast mij. Jij moet die helemaal hol? Dan moet een stuk, toren wordt het moet een stuk hol zijn, want dan moet een mooie trap naar boven. Naast jou? Daar ben ik. Dus dat je net de andere kant op draait. Zo. Dan moet je op bepaalde momenten moet je dus mijn gang tegenkomen.
denk zo. Oh ja, hier moet een brug komen. Nou, heb ik tijdelijk een stenen ding. Hoog zijn jullie al? Zijn jullie al bij de top? Bijna. Oh ja, ja, Dave die is veel sneller, want hij heeft mijn pickaxe. Ik wil hem wel terug, hè, Dave. Ik heb hem aan Demi gegeven. Heb ik hem? Okay. Met welke? Oh ja, Unbreaking 3. Fortune. Oh, maar die moet je gebruiken voor diamonds en stuff. Heb je die ook voor steenbijnen gebruikt? Misschien. Yo, hier zo. Yo, score you. Ja. Poink. Waar ben je? Ah, dank je. Hey, dat is de buitenkant. We moeten eens kijken voor een plugin voor experience op te slaan. Oh nee, niet te gaan spannen. Nee, die werken niet goed. Hallo, yo. Hi. Oh. Dat is verkeerde uitgang, je bent pas halverwege. Je bent pas op de helft. Oké, dus dit wordt helemaal opgevuld met een muur. Dan moeten we flink wat steen hebben dadelijk. Wat voor klasse spelen eigenlijk bij Elder Scrolls? Hallo, yo. Hallo. Ik ben een... ik ben een... Kruis, nou ben ik die naam weer kwijt. Ik weet de bak niet meer. Oh ja. Een Khajiit? Nightshade en dan Noord. Oh, Noord. Nightblade, sorry. Ja. Oh, ik zit... Nightblade, ik zit even oh mijn god, ik word aangevallen aan de Elders Scrolls Online. Ik heb toch niet ingelogd? Hij is eindelijk in. Hey, maar jongens... Ja. Oh mijn god, hey, dat is toch een leuke straf. Zijn in Elder Scrolls Online. Je bent EFK, je wordt aangevallen. Ja. Jongens, die namen zijn weg. Welke namen? Die namen in het beeld. Echt waar? Ja. Dan een non-disclosure agreement opgeheven? Geen idee. Maar ik ga even uitloggen. Ik ga het risico niet nemen voor op te nemen en copyright op mijn kanaal te krijgen. Dat risico kan ik helaas niet nemen, mensen. Sorry. I'm sorry. Dave, okay. Ik dacht dat je nooit meer ging zingen. Ik luister niet meer naar jou, want jij hebt me beledigd. Nou, goed zo, is mijn taak vandaag gelukt. Yo, voor jou geen YouTube zakgeld. Oh, huh? Oh, ik kruis elkaar weer hier. Okay. Hoe ver zijn jullie in de toren? Geen idee. Ergens. Nee, ik ben nou hier. Nee, die moeten we verzamelen. Zie je mij? Zijn jullie? Zie je mij? Ik zei het gat van Dave. Het gat wat Dave heeft gemaakt. Dus je moet er nog even een klein stukje nog omhoog mijnen, hè? Even twee deertjes terugplaatsen. Zijn jullie al bij de top? Bijna. Oké, dat klinkt dat iets aan het doen is. Nee, ik zit gewoon wat steen te halen. Yo! Oh, dammit! Ik denk, zou ik hem snel kunnen inhalen? Nee! Dat kan jij niet doen. Oh, en dan... Nog een nippertje gehaald. Heeft iemand eten toevallig? Ik heb één broodje. En zombie. Ik heb meer nodig dan dat. Maar we hebben de top bereikt, dus kunnen we kijken hoe die op de top uitziet. Nou, toppig. Weet je wat we kunnen doen? We kunnen hier wel, als je inderdaad het helemaal uitholt, een soort van zo'n lavastroom in het midden naar beneden laten gaan. Nou, dat kunnen we doen, ja. Oké, dat slaat helemaal nergens aan. Ja, lavastroom. Lavastroom. Oh, kijk, jij kwam hieruit. En ik kwam hieruit. Oké, en ik ga naar beneden. Goed zo. Nee, staat we hebben nog 13 minuten te gaan. Dat is eigenlijk weg. Hey. Ja, oké. Okay. Hey, je boetjes maar hoor. Ja, maar ik heb geen tijd meer. Dat is niet erg. Maar het mag niet van jou. Ik ben naar beneden. Komen jullie? Is hier ook water in de buurt? Dan spring ik naar beneden. Je moet daarvoor onze duikplank maken. Ja. Kijk. Ik heb modder ervoor. Wow, dat moet makkelijk te halen zijn. En? Hij haalt het. Ik leef nog. Echt waar? Beetje gekneusd. Oh shit, zombie! Oké, dit gaat mij dood worden, want ik heb nog maar 3 hartjes. Oké, ga jij eerst? Ga ik eerst. Gelijkertijd. Kun je hier tegenaan staan? Nee, daar kun je geen aandacht nemen. Yo, nog iets naar links!
Nee, maar geen duikvlak maken. Nee, dit vind ik gemeen. Want ik heb het ook. Zo, gebeurd. deze lijn. Vanaf hier zo. Oké. Inhoud. Op 3. Hou controle in, hè? Hou controle in. Het is leuker als je het haal die schep weg. Met welke schep? Haal die schep. Wacht zo. Nee, Dave, nee. Oké, op 3. 1. Ah, Dave, kom op. Zonder duikplank. Oké, daar gaan we. Oké, op 3. Hou controle in voor het rennen. Ja. Kijk. Op 3. 1. Vanaf hier. 2. 3. Huh? Oh, crap, ik heb verkeerd gesprongen. Ik ga dood. Ik leef. Ik leef. Awesome. Auw. Letterlijk op één blokje water geland. Nice. Heb je hartjes verloren? Nee. Oh, hey, botjes. Ik moet eten halen. Oh, crap. Oh, crap. Nee, blijf van die botten weg. Iedereen. Hey, een paard. Ik zie een paard. Iedereen steun. Ik zie een paard. We hebben al paarden. Oh, ik niet. Ik nog niet. Oh, moet eentje... Wow, je hebt een ezel. Je hebt een ezel. Dat is toch een soort paard. Oh, firework! It's firework! Oh mijn god, Dave. Het is heel druk. Dave is helemaal hyper. Ja, hij denkt te veel cola op. Het is maar mijn tweede glas, hoor. Oh god, nee, daarvoor heeft hij een fles op. Olympische Spelen, hè? Vuurwerk en ja, oké. Dat heb ik wel gezien, dat was mooi. Het vuurwerk van de Olympische Spelen. Help. Het vuurwerk was nogal knallig. Ja, ja. Ik ga appels eten. Hé, hey, je deed het zelf in plaats van Nee. Bedankt. Oh, God. Hebben we nog een zadel? Waar is mijn lijst met grappen? Hebben we nog een zadel? Een zadel? Ja. We hebben een paar zadels, denk ik nog. Even kijken. Wat? Ik heb een glas vast. Als je bijna zoals je glas weer over je toetsenbord heen. Nee, ja, voor mezelf. Oh, ik heb geen brood. Neng het. Hey. Dan ben je broodarm. We hebben geen zadel meer. Oh. Hey, dan ben je arm brood. Dan dat moeten we eens een keer nog op zoek brood. Gaan. Auw. Ik heb toch geen brood. Oh ja, jongens. Ik heb nog iets leuks ontdekt, hè. Ja, heb je iets ontdekt? De laatste... Ja, in de grot. Kom in de grot. Ik heb iets leuks ontdekt in de grot. Welke grot? De grot waar de tree farm gaat komen, waar ik cobblestone heb verzameld. Daar heb je iets leuks ontdekt. Oké, ik blijf. Ja. Ah, misschien de... Ik heb wat spullen droppen. Gewoon even in de... Oké, dumpkist is vol, dus maak even een nieuwe dumpkist. Want wat ik daar heb gevonden is een mijn. Een abandoned mine. En wat kan je heel veel vinden in abandoned mine waar Dimitri om vroeg? Abandoned Minecraft shaft bedoel ik. Oh, maar ik heb geen brood. En ik heb ook geen lead. Er zit een foodkist met eten, hè. Ik heb zelf 18 appels. Ja, maar ik bedoel voor het paard. Oh, je hoeft niet te eten, hoeft dan niet. Je hoeft alleen op het paard te gaan zitten en een paar keer luistert hij wel. Je moet dan op het paard gaan zitten. Mm-hmm. Ja, hij wilde me in het... Ik mag die Tony niet op zoek zitten. Da-da-da. Jawel, gewoon... Oh nee, je moet een lege fucking inventory ervan hebben. Hey, yo. Ja. Kijk eens naar me. Wat is dat? Vang deze ei even op. Ik moet even een ijzeren pickaxe maken. Wil je die zombie hersenen eten, Bart? Hij wil geen zombie hersenen eten, ja. Kom mee naar de mijn, Dimitri. Maar je laat hem heel mooi paarden. Oké, kom dan aan. Bij de village zitten heel veel paarden. Oh, echt waar? Yep. Niet meer, maar oké. Kan hopelijk daar nog zitten dan. En de paard kan je altijd nog een andere beter vinden. Trouwens, we moeten nog paarden kweken. Kan we ook nog doen. Oh god, wat is hier druk. Ja, het is spitsuur. Zo. Ja, ik hoor het. Pijlen vliegen me om de oren. Au. Waar ben je? Ik ben beneden nog. Onderweg? Hey. Als je doodgaat, heb ik een leuk muziekje, dus... ja. Uh-oh. Nou, weet je, ik zie ik hoop het niet te horen. Leef pas op. Nou, dat is Betty de Heks. Waar zijn jullie? Bij de warenhuis. Helemaal daar? Ja. Headshot. Had ik nu maar een paard. Daar heb ik al. Oh, ze heeft iets ze liet een stok vallen. Ik heb niet veel aan een stok. En een boog heb ik. Die boog lag er al. Ik ga even kijken voor meer pijlen hebben. Ik kan ook meer pijlen gebruiken. Heb
Hebben we pijlen, ja of niet? Heb meer pijlen. Pijlen. Antwoord is nee. We hebben wel 36 TNT. Pijlen is wat ik heb. Dimitri, waar ben je? Ik heb pijlen. Yeah. Oh, sorry. Pijlen Dimitri, waar ben je? Pijlen in mijn nek. Pijlen in mijn kin en overal. Ik ben uit de ritme, dat weet ik ook wel. Dimitri, waar ben je? Ik kom nog aan, ben je naar Beethovenhuis. Oké. Okay. Dan kunnen we dan naar even naar de grotten, want ik heb daar een eerder zo'n abandoned mine gevonden. Okay. Zo'n mine? Mine? En daar kunnen we dan misschien nog een zadel vinden en dan kunnen we hebben nog 6 minuutjes nog maar. Tijd voor nieuwe cola! Go! Oh, heb je, go, voordat deze cola op heeft! Heb je inventory geleegd, Inno? Nee. Ja, ik heb genoeg ruimte. Ik ook. Moet dat? Moet die leeg? Zoals je hier kan zien, hier heb ik al mijn cobblestone vandaan. Lava. En dan komen we hier deze ravijn in. En aan het einde van deze ravijn zit zo'n abandoned mine. Mine? Oh, skelettenleger hier. Hallo. Hallo, skelettenleger. Give me your arrows. Hey. En Dimitri, waar ben je? Nieuwe sandalen, yo. Dimitri, kom eens. Er zijn nogal pijlertjes op. Ja, maar waar naartoe? De ravijn in. Oh, yeah. De grote ravijn. De grote gat in de muur. Hey, skeleton to dead. Pas op, achter hier. Zie je... Oh, fuck. Oh, Stomme zombie. Laat me met rust. Dimitri. Zie je dit? Die lava? Nee, wat ik vast heb. Oh. No. Weg ermee. No. Dan moet je daarmee doen. Bone. Inhou. Heb je nog bone? Oh, nice. Dank je. Ze komen jullie. Ik moet je echt in de gaten houden. Je bent net zo goed een drugsdealer aan het worden, Dave. Ik ben druk en ik ben een dealer. Ja. Blijf maar mooi stilstaan daar, ja. Ik kan je mooie gezicht zien. Ik wist het. Daarom ging ik eruit. Maar je had een mineshaft gevonden, toch, zei je? Ja, hierboven is het. Hierboven, zie je dat? Je hebt die freaking het water weggedaan? Nee, ik heb gewoon extra gewacht dat we bij elkaar zitten. Dat we samen kunnen gaan verkennen. Ik kan alleen niet tegen vader komen. Nou, ja. Een vriend die me laat exploderen. Daar zou ik liever... Daar zijn vrienden voor. Beter een vriend die je laat exploderen dan een goede buurman. Nee, dat is anders. Au. Gewoon even naar boven komen, jongens. Hebben die niks om elkaar op te stapelen? Doe met nou, ik was ermee bezig. Toen werd ik er vanaf geschoten. Dimitri, jij denkt ook nog wel wat blokken? Ja. Oké. Let's explore. Hey. Oh, nee. Oh ja, voordat ik dat ga doen, doe ik eerst even F3 en F3 voor een screenshot. Voor als we verdwalen komen, dan kan ik altijd nog de weg terugvinden. Ik hoor heel veel andere mensen. Die... Oké, die kan ook dood. No. Oké. Ja, gaat goed. Wacht, Dimitri. Hier. Kijk hier. Oh. Wat? Ik had een gat van je gemeente. Oh, zie je? Okay. Iron! Oh yes! We hebben Iron! We liepen een paar keer langs Iron. Jij liep er zelf ook direct langs. Ik heb die gezien. Ik doe wel de kool verzamelen. De kool hebben we echt nodig, jongens. Okay. Voor de cobblestone te koken. Oké. Okay. Dus dat hebben we wel nodig. Nou, taak jou. Dave, niet omkijken. Serieus, deed ik gewoon niet omkijken. Nee, want ik was met andere creeper bezig. Oh. Maar we moeten kijken of we kist kunnen vinden. Maar Dimitri, ik voel me verraden. Sorry. Geen drugs meer voor jou. Vergeet niet, de treinsporen moeten we ook nog hebben. All in good fun. Oh ja, treinsporen. Eens kijken, ik ga deze kant op. Hallo skelet, even hier wachten. Kom maar hier naartoe. Goed zo. Dat klonk heel gek. Ik denk dat hier een spinnen spawner is. Spider spawner. Heel veel spinnen we hebben? Yep. Dan komen ze naar jullie toe voor dat we te ver gesplitst zijn. Dimitri, waar ben je? Eens kijken voor je naam.
Oké, je bent. Oké, daar ben je. Spider spanner. Kom naar je toe. Ik kom naar je toe. Kom naar je toe. Spider spanner. Spider spanner. Hey, er komt een nieuwe Spider-Man film, hè? Wist je dit al? Spider spanner. Spider-Man 2. Spider spanner. Ik heb toortjes. Ja, maar zo Spider spanner kan je niet veel meer, dus die kan je slopen. Ik kom je helpen. Oké. Hey, zijn ze niet meer giftig? Misschien is het weer een soort kans dat die maar giftig zijn. Oh, ja. Een soort kans of vergiftigd, kans dat niet vergiftigd. Ja, daar is die. Daar is de spawner. Yep. Let's destroy. Slopen of torch? Of een torch? Ja, ja. Ah, destroyed. Oké. Okay. Een kist? Wow, ik zie daar denk ik achter wat. Ik zie een kist! Ik zie een kist! Let's take it! Zie je de kist? Dave kan een spinny slaan dat jij voor. Oké, Dave gaat zo suicide rushen. Nee hoor. Kijk, laat me niks. Wat zit erin? Iron, 2 goud, 3 melon seeds en 7. Oh, mag ik de melon seeds alsjeblieft? Waarom? Omdat ik dan potions ermee kan maken. Nee, wat hoor ik nou? Wij moeten eerst melons gaan verbouwen. Wat hoor ik nou? Ik wil die melon seeds! Geef die melon seeds! Wat is dat? Alsjeblieft! Even voor geluid. Wat is wat? Hier. Oh, dat is de netherport. Oh. Netherport? Denk ik. Ja. Dave. Ja, en jij krijgt de seeds niet. Slime. I know way. Oh my god. Slime betekent leads, of hebben we leads? We hebben slimes. Oké. Okay. Die hebben we al een paar van gevonden. Oké. Okay. Yep, nog een spawner. Ik heb spawner nummer 2 gevonden. Niet backup, niet backup. Oké. Okay. Niet backup, niet backup. Ik sta gewoon freaking achter. Dat zag er geweldig uit. Moet je voorstellen. Jij staat hier. Ik sta hier bij je. Dimitri. Ja. Dimitri, ga eens hier zo staan. Waar ik niet sta. Ga hier zo staan. Ja. Je weet dat. Kijk, ik ben Dave, zag, hè. Ik sta hier bij je. Poef. En ik had die spin zo op hem afspringen als ik kijk. Dat zag er geweldig uit. En ik woe, weg was Dave. Oh, dan moet je echt terug zien. Heel later of... Heel later, want we hebben nog maar 12 seconden. Nee. Yep. Mensen zullen nooit weten hoe het werkt. Oh jawel, toch wel. Bij de volgende aflevering. Oh. Volgende aflevering, mensen. Dit was weer Kasteelproject. Helaas is de tijd voorbij. Dan gaan we nu gewoon ons terugtrekken. Kom je later nog wat terug. See you later. Oh, werkt niet. See you later. Dat is het alarm. See you later, alligator. Ik ga me invriezen in deze video. Cool. Maar goed, Dimitri. Yeah. Zou jij eens willen afsluiten hoe ik normaal afsluit? Oh ja, vergeet ons niet te liken. En, mm-hmm. En waarom? Waarom? Omdat mensen dan kunnen zien. En delen natuurlijk. Kijken of mensen ons leuk vinden. En of samen ons heel delen, slecht vinden. Samen spelen. Laat vooral ook comments achter. Vergeet niet te zeggen wat je wel of niet leuk vindt. Vergeet niet te vertellen wat je hond gisteren gegeten heeft. En of die echt wel heel zacht is door die nieuwe shampoo. Of je kat. Ja, of je hagedis. Of je slang. Of je heel nat bent geworden op weg naar school of het werk. Gewoon allemaal in de comments zetten. Maakt niet uit. Wij reageren er toch niet op. Jawel. Nee, dat doen we wel. Nee, nou, we kunnen alleen niet veel reageren op nice. En daar kan we niet veel op dat terugzeggen. Dat is een applausje waard en dan zien we jullie de volgende keer. Oké, dankjewel voor het kijken bedankt en tot de volgende keer. Doei.